Het Lauwersmeergebied trekt jaarlijks veel toeristen. Ook Ruud Groot en zijn vrouw uit Gelderland blijven vandaag kamperen met de camper op deze parkeerplaats. De absolute vrijheid. Je kan gaan en staan waar je wil, mits het natuurlijk gedoogd is. We gaan dus niet hond uitlaten op een plek waar dat absoluut niet mag. Maar we kunnen eigenlijk alles doen wat we zelf willen. We kunnen stoppen wanneer we willen, we kunnen weg wanneer we willen. En als je op een camping staat, dan moet je weer eventjes afmelden. Nee, dit is ideaal. De familie Groot wil andere campinggangers niet tot last zijn, want ze hebben een hond die vaak blaft. Camping Lauwersoog merkt dat vakantiegangers steeds vaker in het wild kamperen rondom het Lauwersmeer. De campingbaas zegt hierdoor inkomsten mis te lopen. Het is ons brood. Wij moeten ervan leven. Niet alleen ik moet ervan leven, ook de medewerkers die bij mij werken moeten daarvan leven. Ik bedoel, ik heb 20 vaste medewerkers. Zomers werk ik 60 mensen. Dus ik onderhoud 60 gezinnen zomers. Nou, ik kan het wel begrijpen, maar ik ben zelfs ook bereid om hiervoor te betalen als ik maar in mijn vrijheid mag zijn. Dus als hier de boswachter langs zou komen en dan zegt meneer Groot, dat kost u 10 of 15 euro. Dan betaal ik die 10 of die 15 euro. En daar ligt precies het probleem. Want Ruud Groot weet niks van de camperplekken die Jelle Bos onder zijn beheer heeft. De camping-eigenaar ziet liever dat de gemeente en de politie meer controleren. En duidelijk kenbaar maken dat er ook andere plekken voor de campers zijn. Ik snap de politie natuurlijk ook wel. Je treft daar een camper aan, daar zitten twee pensionado's zitten daarin, lekker aan een kopje koffie. Klop, mevrouw, meneer, u moet uw boeltje inpakken, u mag hier niet staan. Ja, dat zorgt natuurlijk wel eens voor wat vervelende situaties. Maar je hoeft de mensen er ook niet voor te beboeten. Je kan ook zeggen van, joh, rij nou even door naar Camping Lauwersoog of naar Robersum in Zoutkamp of andere parken die ook een pitstoptarief hebben. En men kan hier gewoon legaal op het parkeerterrein gaan staan. Of de gemeente en politie ook daadwerkelijk op deze manier gaan controleren, is nog niet bekend. Ze hebben nog niet gereageerd. En Ruud Groot die gaat hier proberen te overnachten. Dat is wel de bedoeling. Ik hoop niet dat ik weggestuurd word. Want als dat zo is, dan moet ik wel naar een camping.